Ja, ik zie hier dubbel, denk ik. Of ligt het aan mij, of zie ik gewoon dubbel? Ja, deze auto is natuurlijk ook heel dik. En waarom die zo dik is. Yes mensen, leuk dat we kijken naar deze nieuwe video. Wij zijn vandaag hier bij de American Cars and Classics. En wat houdt het in? Gewoon een hele plein vol. Allemaal Amerikaanse auto's. Alles in het Amerikaanse stijl. Nieuwe auto's, oude auto's, classics, nieuwe, moderne. Maar ook food trucks, Amerikaanse vrachtwagens, allemaal dat soort. Dus jullie gaan dat zo allemaal zien. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier en geniet ervan. Hier achter me heb je allemaal van die oude Amerikaanse vrachtwagens. Ja, dat zijn natuurlijk sowieso een paar van die hele vette vrachtwagens. Maar niet alleen de vrachtwagens, want hier naast me, ik draai me even om, heb je ook een oude Amerikaanse ambulance. Ja, dat is natuurlijk ook wel heel vet dat het hier staat. Now, take it now. Tell me, have we met? Have we met?
said. So they can take it. Take it, I want more, nothing like ever before. I can give it all, all. Take it, I want more, nothing like ever before. I can give it all. Deze auto is natuurlijk ook heel dik. En waarom die zo dik is, ja, het is lekker zo'n dikke Jeep, 4x4, off-road. Ja, dan kun je lekker over de zand, over de, door de bergen, over het zand heen scheuren. Lekker crossen ermee. Dat is nou ook het mooiste met deze auto. Hier zaken achter twee Mustangs. Maar ja, dat, dit soort Mustangs, dat zijn ook wel echt mijn droomauto's. Daar zou ik echt ooit in willen rijden. Maar ja, misschien even sparen. Misschien gebeurt het ooit, wie weet. Maar dat zal wel heel gaaf zijn. Dan is wel echt de droom wat uitkomt. Ja, dit zijn wel hele gave auto's dit. Ik zie hier dubbel, denk ik. Of ligt het aan mij, of zie ik gewoon dubbel? Nee, ze staan er echt. Ze staan er echt. Ze staan er echt. Want ik zie hier tweezelfde soort auto's. Ja. Hoe zit dat? Hoe zit dat? Uiteindelijk is de bedoeling dat deze door midden gaat voor een aanhanging. Ja. Welke gaat door midden? Deze. Dat is de oudere type. Ja. Die heb ik er sinds kort bij. Met wat zogenaamde problemen gekocht. Ze hadden gezegd dat de koppakking kapot is. Ja. Bleek dus uiteindelijk niet zo te zijn, was mijn koelvin, etc. vervangen. Alles is nu goed. Dus ja, nu rijd ik en ik en mijn vrouw die rijden met eentje. En ja, als die er dadelijk niet meer gaat doen, dan ga ik hem gebruiken als aanhanger ervoor. En maar daar ga ik nog niks over zeggen. Oké, ik wou vragen, van, hoe ga je dat doen? Wat wordt je aanhanger? Wordt dat de voorkant of je achterkant? De aanhanger wordt van de achterkant gemaakt. Dus vanaf de voordeuren tot naar achteren. Ja. Of, maar dan moet ik even kijken hoe ik met de rijbewijs zit. Dat ik hem vanaf de voorkant al pak, dus dat alleen mijn neus weggaat. En dat ik dan de rest als aanhanger gebruik. Oké, nou ja, ik ben benieuwd en we gaan het zien. Ja. En ja, voor de rest. Misschien gaan we dat zien op een van je social media. Dus, ik zal de. Zet de linkjes maar in de beschrijving. Ja, wat ik net zeg. Ik zal de link van je Instagram zeker beneden in de beschrijving. Ja, daar kennen ze alles op volgen. Daar komt alles dus, op. Dus wil je weten hoe uiteindelijk hoe deze auto wordt? Ja, volg hem dan even. Ja. Link staat in de beschrijving. Dus nou ja, ik ben benieuwd. Ja, toch? Nou, ja, we gaan het zien. Dankjewel. Geen probleem. Succes vandaag. Dankjewel. Just don't say another word. These thoughts you've imagined aren't real, aren't adding up. You fetched your ideas from nowhere, all from another world. Your logic's impaired, your full picture is cropped. Cause we both know one day they're just gonna try again. Without doubt, might say, if all
staan hier nu voor de food trucks. Dus die hebben ze hier ook. Dan kan je ook allerlei dingen van alles halen. Eten, drinken, snacks, hamburgers, weet ik wel, voor alles nog wat. Ik ga zo even een paar shots maken, dus dat gaan jullie zien. Oh, so suddenly, a poison the air I breathe. But if you don't hate me, then why would you break me? Feel it in my bones, I'm about to lose control. Only so much I'm taking, so get yourself to safety. Cause baby, a storm is coming, you better heed the warning. Oh,
mensen, dit was het einde van deze video. Vond je dit een hele leuke, toffe video? Gooi natuurlijk even alle likes omhoog. En vergeet ook niet te abonneren. Dat kan hier beneden. En laat ook een hele leuke, toffe reactie achter. Dat kan ook hier beneden in de comments. En dan zien jullie mij in de volgende video weer om 5 uur. Zeg maar deze, zoals altijd. Adios.